toen dus vastgesteld werd dat er opnieuw sprake was van kanker die de kop opstak. Toen is er een eerste gesprek geweest en toen hebben we dus de papieren keuzehulp gebruikt. Dat is eigenlijk een heel simpel A4'tje waarop 5 verschillende behandelingsmethoden zijn weergegeven. En voor de arts is het natuurlijk allemaal gesneden koek. Maar ja, voor jezelf dan heb je echt even zeg maar dat steunhulpje nodig om gewoon het gesprek goed te kunnen volgen. Nou, daarna krijg je dus dan de digitale versie van de keuzehulp. En daarin wordt meer uitgelegd van wat is het, welke methoden zijn er. Maar er worden ook vragen gesteld over hoe sta je in het leven. We gebruiken steeds vaker digitale keuzehulpen in het ziekenhuis. En dat zijn eigenlijk websites waar een heleboel informatie staat over een bepaalde ziekte die iemand heeft. En waarin heel veel informatie staat over de verschillende behandelingen die mogelijk zijn. En die website die ondersteunt zowel de patiënt als de dokter om de best mogelijke keuze voor een behandeling te maken. Zo'n keuzehulp helpt met name als je verschillende mogelijke behandelingen hebt. Ook voor chirurgen en voor urologen zijn er keuzehulpen. En het mooie is dat een patiënt die vragenlijsten van wat ze belangrijk vinden aan een behandeling, ook digitaal aan mij kunnen sturen van tevoren, zodat ik die beschikbaar heb als een patiënt daarna weer op mijn poli komt. Er worden ook vragen gesteld over wat wil je nou eigenlijk? Wil je hormoonbehandeling en hoe ver wil je daarin gaan? En dat is natuurlijk eigenlijk op dat moment een vraag waar je geen antwoord op weet. Dat doet je wel beseffen van dit zijn wel vragen waar ik de komende tijd antwoord op zal moeten geven. Daardoor eigenlijk ook beseft dat je als patiënt zelf de regie hebt over de behandeling. Maar dat het wel degelijk zo is dat je samen met de arts je afvraagt van wat past nou bij mij? Hè? Welke behandeling past bij mij? Voordat wij de digitale keuzehulpen gebruikten deden we eigenlijk alles op papier. Nu we de digitale keuzehulpen hebben, merken we dat patiënten rustiger zijn, de informatie beter in zich op kunnen nemen. En mensen zijn ook beter voorbereid voor de toekomst, want ze weten ook al een beetje, als deze behandeling het niet doet, wat is er dan nog meer beschikbaar?